Echt, dit is freedom. Ik heb goed nieuws. Het is echt, denk ik, nou, meer dan 10 jaar geleden of zo. Het is vrijdag en de laatste schooldag van de inlaatste week. Meiden zijn zo vroeg klaar. In ieder geval, Mila komt hier natuurlijk, dan is ze ook klaar. Nou, ze is ook klaar, ze zijn gewoon aan buiten spelen. En ik moet even spullen pakken, want ik breng ze zo naar school. Dan heel even naar huis, dan ga ik naar de fysio en daar heb ik zin in. Echt heel erg, maar ik hou ervan als ik naar de fysio weer mag. Maar normaal ga ik zeg maar om 9 uur, dus dan ga ik gelijk door, maar met alle maatregels kan dat niet, dus nu pas 9:55. Dus ik ga eerst nog even heel snel langs huis tussendoor. Even nadenken, ik denk dat ik mijn spullen voor de fysio vast klaar ga leggen nu. Heel snel net een boterhammetje gegeten, nu de auto in. Ik heb best wel geluk, want toen we naar school gingen was het droog en nu mist het, maar nu ga ik toch met de auto. Dus eindelijk een keer weer niet helemaal nat. En ik heb zo'n verschrikkelijke last van hooikoorts. En het is raar, want er zijn niet heel veel pollen in de lucht. Maar het is wel echt mijn hooikoorts. Het echt alle symptomen van het niezen en jeuk in mijn neus en mijn ogen die echt jeuken en branden. Nou, dat is echt dat en niet iets anders. Maar echt, normaal is hooikoorts al gewoon velend te hebben. Maar in deze periode vind ik het zo verschrikkelijk om te hebben, want iedereen kijkt je echt aan alsof je een grote bom bent die iedereen dood laat gaan, terwijl er is letterlijk verder niks aan de hand. Goed. Ik ben blij dat ik in ieder geval naar de fysio nu mag. Daar heb ik echt behoefte aan. Gisteren had ik best wel een slechte dag lichamelijk. Vandaag gaat het wel iets beter, maar wel heel erg prettig. Als dan precies die afspraak de dag erna is en niet dat ik dan over 2 weken pas weer kan. Dus me is happy. Echt, dit is freedom. Echt, ik voel me zo fijn. Echt helemaal losgekraakt en mijn nek kraakte echt niet normaal. Het was een hele drumband, zo klonk het. En nu helemaal happy naar huis. Yay. Ik heb goed nieuws. Het was heel gedoe, maar er komt waarschijnlijk volgende week, ik word in ieder geval begin volgende week gebeld, iemand kijken naar de vaatwasser. En die mis ik zo erg. Echt, als je een vaatwasser hebt, doet het niet, is dat echt gewoon in huis zo'n erg ding. Ik word er helemaal gek van, de hele dag met de hand alles naar af te wassen. Of je moet opsparen, maar dan staat je hele aanrecht vol. Nou, daar kan ik gewoon niet tegen. En ik moest nog wat dingetjes regelen, dus ik heb bijna heel de ochtend achter de telefoon gezeten. En ik moet over niet te lang alweer naar school Sarah Mila ophalen. Mila is dan een uurtje hier, dan wordt ze hier opgehaald. Dan de laatste zwemles voor dit schooljaar alweer. Echt, de tijd vliegt opeens. En dan nog 1 week school. En dan hebben we gewoon 6 weken vakantie, waarin we helemaal niks gepland hebben staan. Dat is ook echt voor het eerst. Ik hou er wel van om weinig gepland te hebben en gewoon openstaan voor leuke dingen. Maar er staat eigenlijk gewoon nu niks gepland. En dat is echt nieuw in mijn leven. Heerlijk, Slam Weekend Mix. Ik hou ervan. We gaan naar de laatste zwemles dit schooljaar. Nou, dan heb je 7 weken zwemvakantie. Oké, niks. Geen reactie. Nou, je wilt er nooit heen. Als je er eenmaal bent, vind je het hartstikke leuk. En nu weet je niet of je het leuk vindt dat je vakantie hebt. Lekker in de wind, maar Sarah op zwemles afgezet. Even snel een paar winkels langs, een paar cadeautjes moet ik halen en dan snel terug naar het zwembad. Hopen dat ik wat meer van de les kan zien, want ik ben elke keer zo laat terug. Omdat het zo lang duurt in de winkels. Dus even fingers crossed, dan kan ik mijn meisje werk nog zien. Zo, het begint opeens te regenen. Ik ben thuis. We zijn echt vroeg thuis, we hadden alles mee.
Oh, ik denk er komt wel in binnen, maar ik heb deze hele leuke handzeepjes gehaald. Want ik had gewoon nieuwe zeep nodig. En ik zag ze staan, toen dacht ik, oh, deze zijn echt cute. Voor de... Oh nee, deze gewoon voor mij, deze blikjes weer. Die zijn niet altijd overal te koop. En als ik ze zie, neem ik ze mee. En dan deze hele leuke kistjes, allemaal in tweevoud. Voor de jufcadeaus, want ze heeft twee juffen. En dan heeft ze voor beide dit luchtje. Dit is een gezichtscremmetje. Deze ruiken echt heel lekker. Een maskertje. Dit is een set met lipbalsems, maar het zijn er precies 8. 2 keer 2, dus dat kwam ook mooi uit. Dan heeft ze wel allebei een candybar. Er gaat nog thee in. En dit zijn mini bruisballetjes. 2 in deze kleur, 3 in deze. Dus 2 voor elke juf. En dat gaat dan in de kistjes. En dan gaat ze achterop nog een boodschap zetten. Om het persoonlijk van haar te maken. Dus dat is helemaal leuk zo voor de juffen, denk ik. Voor het juffen bedank je. En ik moet gaan koken. En ik heb geen zin om te koken. Soms ben ik het echt zat. Maar ik wil het niet. Het liefst zou ik elke dag bestellen. Maar ja, dat is ook niet echt heel gezond. Dan eet je toch niet hetzelfde. Dus ik ga er weer aan geloven. Oh, mijn camera wil niet blijven staan. En. Nou, zo maar. We hebben net gegeten. Ik heb ze lekker naar bed gebracht. En nu is het tijd om te editen. Want ik heb gisteren ook niet geëdit. En we moeten dus 2. Want morgen gaat het waarschijnlijk ook niet lukken. Nee, morgen wel, overmorgen niet. Maar anders ga ik heel ver achter liggen. Ik heb echt zo gezin. Marco is weer even aan het klussen hier. Een stukje. En morgen zal ik de woonkamer weg moeten drukken. Maar dat gaat dan niet klaar zijn. Dus dan ga ik alles moeten verplaatsen. Om het maandag weer allemaal daaruit te halen. Maar ja, het is maar even zo. Dus nou, dan wil ik dit in ieder geval allemaal bij hebben. Dan heb ik zoveel mogelijk mijn handen morgen vrij. En het is gelukt. En mijn hoofd is er een beetje af. Alleen moet ik de 2 nog even online zetten morgen. Maar het editen is het grote werk en dat is gedaan. Ik ben los, maar het was nog nat. Dus ik ben nu echt net een ontplofte poedel. Maar aangezien ik zo meteen toch naar mijn bedje ga, ga ik er helemaal niks aan doen. Ik heb lekker thee. En ik zag dat 24 op Netflix staat. En die serie keek ik vroeger. En toen heb ik seizoen 1 tot en met 8 gezien. Toen kwam er een film. Als het goed is na seizoen 8. Anders was het na seizoen 7. Die heb ik ook gezien. Maar seizoen 9 heb ik dus nooit gezien. En dat is echt, denk ik, nou, meer dan 10 jaar geleden of zo. En dat laatste seizoen had ik dus nooit gezien. En die staat nu op Netflix. Dus die ga ik even kijken. En dat vind ik echt leuk. Want ik weet dat ik die serie vroeger echt heel erg goed vond. Dus ja, dit is het laatste seizoen. Daarnaast is er volgens mij nooit meer wat van gemaakt. Ik ga even kijken. Ik heb zo'n app. Mijn serie. Echt de app voor alle seriefanaten. Daar kan je dus alles in bijhouden. Kijk, zo heb je, als die dat ooit scherp stelt, een lijst met alle series. En dan kan je dus bijhouden waar je was. En kijk, Netflix houdt het wel bij. Maar soms kijk ik ook een serie die niet op Netflix is. Of dat ik het ergens anders kijk. En dan kan je dat dus in die app zien waar je was gebleven. Je kan per aflevering aanklikken. Maar je kan ook zien of er een nieuw seizoen komt. Wanneer de afleveringen per stuk. Of wanneer het hele seizoen uitkomt. Allemaal dat soort dingetjes. Oh ja, dit seizoen is van 2014. Dus ik denk niet dat hij na dit seizoen ooit nog doorgaat. En het is ook met 12 afleveringen in plaats van 24. Elk ander seizoen was 24. Dus dit is dan gewoon een afsluiten van de serie. Maar ik vind het wel heel leuk om dat nu dan toch af te kijken. En ja, ik ga hem opzetten. Kijken of ik het net zo goed vind als toen. En nu ga ik lekker mijn bedje in. En morgen kan ik uitslapen. Heerlijk.
Ik heb morgen wel heel veel te doen. Maar ik hoef in ieder geval niet vroeg op. En daar ben ik echt heel blij om. Dus ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet natuurlijk niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En als je nog niet geabonneerd bent, klik even op abonneren hieronder. Dan hoop ik je natuurlijk morgen weer te zien. Doei doei!